Er zal een keuze gemaakt moeten worden over het kiesstelsel dat bij de volgende verkiezingen zal worden gebruikt. De parlementaire politieke partijen hebben samen met een deskundig team twee voorstellen uitgewerkt in het adviesrapport Wijziging Kiessysteem. Op een persconferentie gisteren gaven drie leden van het deskundig team uitleg over de twee voorstellen. In het eerste voorstel is het algemeen uitgangspunt dat elk district met tenminste één zetel vertegenwoordigd dient te worden in DNA. In deze gaat het alleen om de wijziging van de kiesregeling en niet per se het kiesstelsel. In tegenstelling tot het eerste voorstel gaat het tweede voorstel wel voor een wijziging van het kiesstelsel. De 51 leden worden dan op twee niveaus gekozen. Eerst 10 zetels per district, dus voor elk district 1 zetel, op basis van het meerderheidsstelsel per district. Het tweede niveau is landelijk, waarbij de 41 zetels worden toegekend op basis van het landelijk evenredigheidsstelsel. Volgens teamlid Serena Esset komen wij als land er niet onderuit om de grondwet in beide gevallen te wijzigen. Althans, voor model 1 is het niet noodzakelijk, maar wel wenselijk naar ons inziens. Voor model 2 wordt het wel noodzakelijk. We hebben daarvoor grondwetswijzigingsvoorstellen gedaan. Dan gaat het specifiek over artikel 61. Dat is ook aangegeven in het rapport. Maar wij hebben ook kunnen constateren dat je voor de wijziging van de kiesregeling is dezelfde procedure als wijziging van de grondwet. We weten allemaal dat de grondwet enkele leemten bevat. Die zijn al vanaf de jaren 90 besproken en er is ook beloofd sindsdien dat de grondwet ook wordt gewijzigd. En hebben we direct dan ook voorgesteld om enkele leemten waarover er geen discussie bestaat, direct op te vangen en mee te nemen met deze wijziging. Waarbij we hebben voorgesteld om die grondwetswijziging in twee fasen op te splitsen. Fase 1 eigenlijk simultaan met die kiesregeling, dat betreft het echt kleine, simpele, eenvoudige wijzigingen. En fase 2 zal dan zijn nadat die kiesregeling van de grond is gekomen. Dat is dan dus een integrale wijziging. Het wijzigen van de grondwet is haast onvermijdelijk, stelt Esset, omdat de kiesregeling in de grondwet voorkomt en de kiesregeling moet worden aangepast om de verkiezingen van 25 mei 2025 te kunnen houden. De beide voorstellen zijn bekeken op basis van wat kans maakt op 2/3 meerderheid en of zij de juridische toets doorstaan. Het deskundig team heeft haar rapport op 8 maart overhandigd aan de fracties in en de voorzitter van de Nationale Assemblée. De komende week zal het team nog een presentatie geven aan het parlement.